Vandaag gaan we het hebben over de werking van vrouwelijke geslachtsorganen. We gaan het hebben over primaire geslachtskenmerken. De werking en anatomie van de vagina. We geven antwoord op de vraag, waarom hebben vrouwen een orgasme? En we stippen kort de rol van testosteron en oxytocine als hormonen aan. Goed, allereerst primaire geslachtskenmerken. Deze tekening vind je ook in BINAS 86b. Je ziet hier een zijaanzicht van de vrouw en de binnenkant. Ja, je ziet hier haar bil, grote en kleine schaamlippen weergegeven. En wat duidelijk moet zijn is de structuur, hè, is deze structuur de baarmoeder. In het rood getekend het slijmvlies, wat ze maandelijks verliest. En hier de blaas, met voor de blaasopening, de urinebuisopening, de clitoris. Dit is een zijaanzicht, dit zien we echter nooit. Wat we misschien wel kunnen zien is dit. Hè, dit is een vooraanzicht, kunnen we zeggen, van de buitenkant. Ja, buikzijde, rugzijde. En we zien hier drie verschillende zaken aan de binnenkant. Hè, tussen de kleine schaamlippen inliggen. We zien de clitoris. We zien heel klein de urinebuis. Uitmonding van de urinebuis. En we zien de vagina. En die vagina, hè, is een holle spier. En die wordt vaak getekend als een ronde buis. Maar dat is die natuurlijk niet. Zo zit die ook niet in het lichaam van de vrouw. Het is vaak plat gedrukt. Een beetje zoals ik dit hier getekend heb. Goed, als we vanaf hier zeg maar dieper dat lichaam ingaan. Dan zien we hier het vooraanzicht. Zien we ook weer hier de baarmoeder, de vagina, eierstokken en eileiders. En de groene pijl waar bevruchting optreedt als een eicel vrijkomt. Dus dat is iets wat goed is om te weten, denk ik. Hè, dat vaak wordt er gedacht dat die zaadcel de eicel treft in de baarmoeder. Dat is echt niet het geval. In de eileider dus. Verder heb ik al gezegd, maandelijks verliest die vrouw dat baarmoederslijmvlies. En in sommige tekeningen, in sommige schoolboeken zie je daar ook een eicel in liggen. Maar dat is ook helemaal niet het geval. Je kan daar niet een eicel in vinden. Die eicel die vergaat. Ja, lang voordat ze het lichaam verlaten heeft. Die vagina, een holle spier, die produceert zijn eigen vocht. Er wordt ook wel iets vocht geproduceerd door klieren, ja, die rond die baarmoeder zitten. Die spelen echter in hoeveelheid helemaal geen rol. Die vagina, dat is wel interessant, vind ik. Die vagina die heeft tijd nodig om vocht te produceren. En als een vrouw opgewonden raakt, ja, dan wordt er meer bloed naar die vagina toegestuurd. Als dat eruit gaat, dus de bloeddruk die stijgt in die spier. En daardoor lekt er als een soort oedeem, lekt er vloeistof uit. En die vloeistof zorgt dus als een natuurlijk glijmiddel. Dat in tegenstelling tot de man, ja, waardoor waar het glijmiddel, het voorvocht, wel wordt geproduceerd door middel van klieren, is dat hier in die vagina, is dat dus niet het geval. Dat is dus die vochtproductie. Holle spier, ja, dus opening. En die spier die loopt eigenlijk helemaal door. Ja, die loopt door naar die baarmoeder. Want achter dat baarmoederslijmvlies ligt dus ook een spierwand. En dat heeft ze nodig aan het eind van haar zwangerschap. Als met weeën, ja, die spieren gaan samentrekken. En die spieren die trekken dan samen om dat kind uit de baarmoeder te drijven. De uitdrijvingsfase. Je ziet hier nog in het blauw ook een baarmoeder getekend met een iets gekantelde benadering. Daarmee komen we bij de vraag, waarom hebben vrouwen een orgasme? Dat houdt biologen en seksuologen al tijden bezig, want biologisch gezien is het niet zo helder waarom vrouwen een orgasme nodig hebben. Mannen wel, ja, want we moeten dat sperma, dat moet het lichaam verlaten, dat moet met krachtige pulsen, ja, want hoe verder het lichaam inkomt, hoe verder het die vagina inkomt, des te groter is het voordeel, des te korter is de afstand dat die spermacellen moeten zwemmen. Maar die vrouw die lijkt dus geen voordeel te hebben bij een orgasme. Er zijn veel verschillende hypothesen opgesteld die lastig te toetsen zijn over voor de vraag waarom hebben vrouwen een orgasme. Een van de hypothesen is dat het goed is voor de man-vrouw bond, de band tussen twee partners. Een tweede hypothese is om het fijn vinden. Het is fijn, dus wil die vrouw vaker seks hebben en heeft dus meer kans om nakomelingen te krijgen. Dat heeft evolutionair
lijkt dat ook zinvol te zijn. Een derde, en daarom heb ik een hypothese, en daarom heb ik die baarmoeder zo getekend, is dat met dat orgasme komt er oxytocine vrij, een hormoon, wat later ook nog een rol speelt in de zwangerschap. Maar dat oxytocine komt vrij. Oxytocine zorgt voor samentrekkingen van die baarmoeder en vagina, want krachtige pulsen. En die baarmoeder die maakt een knik, zoals je hier ziet. Die knik die zorgt ervoor dat zaadcellen beter de baarmoeder mond en de baarmoeder in kunnen zwemmen en daarmee dus een voordeel hebben. Evolutionair kan je dat dan ook wel weer mooi verklaren, dat mannen die dus hun vrouw of een vrouw tot orgasme kunnen bewegen, daarvan heeft het sperma ook een voordeel om dus verder makkelijker die baarmoeder in te komen. Dit zijn maar drie van de hypothesen die er opgesteld zijn, die noem ik maar. Er zijn er vele meer. Ja, ik kon met een klein beetje moeite kon ik tot 10 verschillende hypothesen komen, maar daar gaan we allemaal nog niet op in. Dan als laatste, hormonen, testosteron en oxytocine. Testosteron, daar denk je al vrij snel aan dat dat een mannelijk hormoon is. Vrouwen hebben dat echter ook. En vrouwen in een verliefdheidsfase, maar ook als ze opgewonden zijn, stijgt dat niveau van het testosteron en dat zorgt voor een hoger libido. Libido wil zeggen zin in seks. Dus tot bepaalde mate, dat testosterongehalte komt nooit in de buurt van wat de concentratie in het mannelijk lichaam of in het mannelijk bloed is. Maar het testosterongehalte, dat kan je meten in het bloed en dat is verhoogd tijdens een staat van opwinding en verliefdheid. Dat oxytocine heb ik al besproken, wat het doet bij het vrouwelijk orgasme. Echter, het speelt ook nog een rol later in de zwangerschap. Oxytocine heeft een positief terugkoppelingsmechanisme met de weeën. Oxytocineconcentratie stijgt en daarmee zorgen die hormonen er ook weer voor dat die baarmoeder zich gaat samentrekken na 9 maanden zwangerschap en het kind uitdrijft. En hoe heftiger de weeën zijn, hoe meer oxytocine er vrijgemaakt wordt. Dus dat is in plaats van een negatieve terugkoppeling, wat een soort van dempend effect zou hebben en dus een sinusoïde zou zijn in de spiegel, de concentratie, de bloedspiegel van oxytocine, is dit een positieve terugkoppeling. Dus het zorgt dat het systeem alleen maar verder uit de hand loopt. Dus meer oxytocine zorgt voor heftigere baarmoedersamentrekking, wat weer zorgt voor meer oxytocine en zo verder. Dat stopt natuurlijk als het kind uitgedreven is. Het derde functie van die oxytocine is dat die oxytocine die zorgt voor een sterker kind-moederband. Die oxytocine komt ook weer vrij als het kind aan de tepel zuigt en om melk vraagt op die manier. Dat is de manier waarop veel oxytocine vrijkomt en dat is ook wetenschappelijk aangetoond dat dat zorgt voor een verhoogde moeder-kindband. Hele mond vol, maar ik denk dat we de belangrijkste punten gehad hebben hier. Check je BINAS 86B voor dit mateloos interessante onderwerp. Succes!